Fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het 48 Hour Film Project bij Open Rotterdam. Ook nu weer vier films die in 48 uur geschreven, gefilmd en gemonteerd zijn. En dit keer twee films met kinderen in de hoofdrol. We beginnen met een inzending van een team met de naam Roar en zij maakten een thriller die draait om een adoptie. Maar er is hier iets niet helemaal pluis. Hier komt de film Kinderwens. Heb je er zin in? Spannend lijkt me wel, zeg. Nieuwe ouders, nieuwe omgeving. Nieuwe regeltjes, nieuwe badkamer. Zo, kijk wat een huis. Jeetje. Ha, Christel. Hoi. Hey. Is Etienne binnen? Jazeker. Tof. Ja, ik verwacht dat Roos dit te gek zal vinden. Wat deed jij ook weer? Voorspellen. Waar zegt ze? En Etienne is event organizer. Ah. Je kamer, Roos. Bed. Bureau. Spelletjes. Om 8 uur de lichten uit. En om 7 uur op. Een goed begin is het halve werk. Je bent precies wat we nodig hebben. Het zal wel. Ze is feisty. Ze kan een moeilijke worden. Dat is goed. Dat kan wel gaan werken. Dat kan niet. Goed zo, ja, sneller. 2. Heel goed. Zeker, goed zo. En terug. Hé, jongen, ik zou je wel als iets anders. Ja. Kijk, normaal gesproken duurde dit zo lang. Maar deze die heeft pit. Echt pit. En Christel ziet het ook. 2 miljoen. Drank en de munitie krijg je dan van ons. En als je de munitie niet wil, dat is ook goed. We hebben messen, kruisbogen, een voorhamer als je wilt. Maakt mij helemaal niet zoveel uit. Nee? Oké. En anders kom je even kijken. Oké, zie je later. Dit is je oom. Hij wilde je even zien.
Roos! Roos, waar ga jij heen? Ja! Bang! Je ziet er moe uit. Hoe gaat het nu met Roos? Goed. Ze is bovenaan het spelen. Ja, je keek naar de film Kinderwens, een titel die na het zien van de film opeens een hele andere lading heeft. De volgende inzending is van Valet Films en deze film heeft een actuele invulling rond het mysterie van een waarzegster / YouTuber. Valet Films deed dat op de volgende originele manier. We gaan kijken naar hun film Waar hij nu is. Ik wist dat je zou bellen. Maar ik ben er helaas even niet. Maar spreek wat in naar de micro. Dan komt het helemaal goed. Top. Ciao. Ja, en dat. Dus dat betekent nog eens koper dag. Louis, ik ben naar alle beelden aan het kijken wat Chris heeft achtergelaten. Ben ik aan het kijken en volgens mij zit het dus vol met hints volgens mij om ons te vertellen waar hij nu is of wat hij nu aan het doen is. En hier, kijk, hier met zijn handen, dit heeft hij nog nooit gedaan. Ik heb hem dat nog nooit zien doen. Heb jij hem dat zien doen? Nee toch, dit is toch een hint of een zo'n droom of een visioen wat hij vaker heeft om ons te vertellen wat hij is, waar hij is, wat hij doet. Dit is iets toch? Dit is iets toch? Lois.
Friesland of zo, die toch op een of andere manier eindigt dan. Nou, nu gaan we het eventjes over Christobal hebben. Onze waarzegster YouTuber die nogal controversieel in het nieuws is geweest deze week. Is het ook alweer? Ja, laten we zeggen dat ze niet heel vriendelijk is geweest naar een bepaalde groep mensen. En die zijn er erg boos om geworden. Misschien kan ze er gauw een YouTube-plaat wel inleveren, denk ik. Het zat er wel een beetje aankomen, denk ik, hè? Ja, zeker. Het publiek reageerde er zeker niet altijd goed op deze keer. Ja, goed, begin eens afwerken. Je moet het even afpakken. Ja, drie mag je eruit kiezen. Hey! Nog niet bekijken. Louis! Ik ben er echt bijna. Deze video die ik nog niet gezien heb, hij zit vol met hints en ik zit er zelf in. Okay. Ik bedoel, ik had het natuurlijk toen al lang door moeten hebben, maar hij geeft me de hele tijd hints en de hele tijd aanwijzingen. Hier, dit boek zit vol met... Doe normaal. Ik heb... Dit lul geeft geen aanwijzing, oké? Okay? Het is allemaal onzin. Leugen na leugen. Okay. Boeit het je niet wat hij allemaal zegt dan? Nou, jawel, maar... Oh, hij speelde met mensen hun levens, hun emoties. Wat mij betreft heeft hij dit gewoon verdiend. Oké, wacht. Ten eerste, dat kan je niet zeggen. En ten tweede, sowieso speelde. Het is niet alsof hij weg is. Het is ook niet of hij terugkomt of wel. Nog niet bekijken. Dat weet je niet. Oké. Louis, doe nou toch niet zo... Moet je hem laten zien of zo? Nee. Hoe kom jij hier aan? Ik kan niks meer doen. Ik heb geprobeerd het uit te leggen dat het niet zo bedoeld was. Dat ik er niks aan kan doen, maar niemand luistert naar me. Dat is echt. Dat is bijna. Ja. Kom, we moeten gaan. Ik kan het niet meer. Ik wil het gewoon niet meer aan.
Ja, een film met een open einde en dat betekent doorgaan naar een nieuwe film. Dit keer weer eentje met een jonge actrice. Team Aperture gebruikte op een bijzondere locatie de verplichte Voordeerdouwer wedstrijdelementen. Een waarzegster, een notitieboekje en de verplichte zin, een goed begin is het halve werk. En dus een jonge cast. Kijk naar de spionagefilm die heel onschuldig begint, totdat... Hier is de film van Team Aperture. Christel, wat fijn dat je belt. Mag ik als eerste je naam? Want zoals je weet, een goed begin. Hoi, met Else. Hallo Else. Wat doet u precies? Ik voorspel de toekomst. Hoe oud ben jij eigenlijk? Wat knap. Ik ben 12 jaar. Ach, dat is jammer. Hiervoor moet je 18 jaar of ouder zijn. Of je moet toestemming hebben van je ouders. Oké, bedankt. Dag hoor. Ja, wat was het nou? Een van de vrouw die zegt dat ze een waarzegster is. Dat is gek. Ja, ik ben nog geen 18, dus tegen mij zegt ze niks. Dus, zal ik het even proberen? Ja. Hallo, met Christel. Fijn dat je belt. Mag ik eerst je naam? Want zoals ze zeggen, een goed begin... Is het halve werk. Hallo? Hallo? Prepare for your personal sequence data. November 51 54 44 Echo 4 25 46 Now please enter your code for confirmation of your assignment. Wat is dat? Ik heb geen idee. Wacht, ik zoek het gewoon op. Ja. Wat zijn coördinaten? Kijk, het is heel dichtbij. Zullen we het anders even een kijkje nemen? Is dat wel verstandig? We filmen hier toch maar. Oké, goed. Hier moet het ergens zijn. Hier? Ja. Is dat... pap
En mam? Ja, ja, volgens mij heb je gelijk. Ja, Roos, nu naar volle tevredenheid van mij werkt. Juist daarom vind ik het zo'n enorme teleurstelling. Het is onacceptabel dat jullie codes en wachtwoorden door anderen gebruikt worden. Nee, dit is een risico. Een risico dat we niet kunnen nemen. Ja, dat was Team Aperture en we gaan verder met Team Tortellini, een groep deelnemers van het eerste uur. Zij maakten deze keer een sportfilm waarin het begrip sport wel heel ruim geïnterpreteerd wordt. De jury beloonde deze film met een plek in de top 5. Oordeel zelf en heel veel plezier met de laatste 48 hour film van vandaag, Stanley 911. Kid, hey kid, listen. Kid, listen to me, Stanley. Hey, 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 snap out of it. Look at me, eyes here. Eyes on me. Dude, people are screaming out your name out there. You can do this. Keep it. I put every single penny in this. This is the biggest event. You can't bail out on us. We're gonna be broke, man. You hear me? Hey, hey, hey! The fuck happened to you? Stanley. Look at me. Remember when I told you I was gonna form a team to help you get your mojo back? Yeah. Okay, so this is part of it. Yeah, my visa, I know. He's a shrink, okay? Gotta fix your head, because remember, well begun is half done. Watch this. She's good. Big fool. Hallo, heren. Fool met mij.
Kijk, je moet het zo zien. Ik leg handen op mensen. Dankjewel, schoonheid. Zij is gewoon een mindfucker. No, no. He's a mind cleaner. Mind cleaner. He's the head guy. Ik leg. Kijk. En ik voel hem. Wat moet ik voelen? Just relax. Ja, voel. Ik voel nog meer. Dus hij gaat gewoon aan me zitten. Yes, no. It's about vibration. Waarom zegt hij niks dan? Because this is his job. He can look into your mind, okay? And he'll clean it up. Je spieren, dat zijn allemaal deurtjes. Ah, kijk naar die ballen. Nou, daar komt iets. Match fixing. Oh, ik voel iets komen. Heel belangrijk. Elkaar kunnen vertrouwen. Doop. Wat? Pillen. De liefde. De liefde? Was een geintje. Oh. Je kent me. Tuurlijk, was een geintje. Kijk, weet je. Hij heeft een gave en ik heb een gave. Maar jij hebt echt een hele grote gave. Vergeleken met jouw gave is die van ons maar echt, ja, echt zo. Maar jouw gave, jongen, je hebt echt een gigantische gave. En daar moet je wat mee doen. Daar moet je echt wat mee doen. Ja, wat zie je? Ik zie een overwinning. Ja, zie? Ja. Jij wint. 8-0. 8-0? 9-0. 9-0. 3-2. 3-2? 3 out of 5, you're winning, right? He's gonna win. That's what you mean. Knockout. Yeah. Knockout. Oh, iedereen keer. Ze zegt 3-2, Charlie. Yeah. This is fucking onzin. No, Charlie. Hey, kid. Yeah. Where are you going? Dude. Hey, ik krijg wel contant betaald, dame. Ask the cards. Hey, jij was net binnen. Kom je hier vaker? Gast, ik werk hier toch? Laat ben je klaar met werken dan? Dan kunnen we even samen een hotelletje pakken. Hè? Jij bent wel echt een lul, hè? Loser. What's your emergency? Mm-hmm. Sure. Do you want him as a fireman, fisherman, or boxer? Oh, boxer it is. Yep. Saturday night. Same place? Okay then. You too. Bye-bye. Stanley, my man. How's the chan? Hey, how's the gig? So. Trip is ook topsport, man. Mm-hmm. Yep. Look at you. Got my mojo back. Oh yeah, you do. Listen, kid. This is for you. Okay. You're welcome. Yeah. 911, what's your emergency? Santa Claus. Oh, sure. No problem. 25 December. Yep. I gotcha. Bye-bye. You're booked. Merry Christmas. Ho, ho, ho's. Ha 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 ha
Ja, dat was de heerlijke film Stanley 911. En we zijn daarmee aan het eind gekomen van aflevering 8. Vond je het de moeite waard? Kijk dan de volgende keer weer. En kun je niet wachten? Kijk dan ook nog even de vorige afleveringen terug. See you next time. I'll be back.